Welkom bij Planet Europe. We zijn in Finland. En dit is voor mij nu al te koud. Wat me ook is opgevallen, is dat heel veel Finnen niet lachen. Gelukkig heb ik een echte Fin meegenomen die wel kan lachen. Namelijk Alexander. Waarom lach jij wel? Als een Fin lacht, is hij of dronken of psychisch gestoord. En jij bent? Eén van de beide. De aankomende dagen gaan wij Helsinki onveilig maken. Jij vooral, denk ik. Ik vooral? Jij. Want wat ga jij doen? Ik ga naar een Fins gezin toe en dat breng ik de komende dagen door. Het is hier lekker groot. Open. Mooi open. Loop me even door. Ik ben even zo terug. Wat Alexander dus niet weet, is dat hij niet naar een typisch Fins gezin gaat, maar naar de oerbevolking van Finland, namelijk de Samis. Samis hebben een andere taal. En dat spreekt Alexander dus niet. Nee joh, in the place of nowhere. Ja, of Helsinki. Het is nog wel net bewoond. Ja? Ja, het is wel een typisch Finse wijk. Ja, ik ben benieuwd. Vraag je? Ja. Koffie. Ah, heel goed van jou. Het is heel gebruikelijk. Waarom? Dat als je te gast komt bij iemand, dan neem je altijd de koffie mee. Is die toch iets duurder dan in Nederland? Jula. En dan is dat gebruikelijk. Jugla Mokka. Daar is het. Nou, laten we gaan. Okay. Volg jou. En, wat zijn je gevoelens op dit moment? Geen idee. Geen idee? Nee. Ja, het komt uit de deur. Ja. Hallo. Hoi. Mooi. Terve. Kiros, Alexander. Wat is dit? Dat was dus Fins. Hier. Koffie en de camera, mag je meteen meenemen. Ja. Je weet wat de bedoeling is? Ik ga mezelf filmen de komende... Maak mooie ja, beelden. Ja. Het klinkt... Dat moment met veel plezier in Helsinki. Klinkt gezellig. Ja. Dankjewel. Dus dit is waar Petter woont. Dit is your room, isn't it? Ja, dat is van nu gewoon, ja. Is your room. Ja, dit is overduidelijk een studentenappartement. De relaxte bank, de stoelen, grote tv. So how many friends live here with you? Een gokskampista. Oké. Typisch Finse wijk hier. Waar ook een gezin zou kunnen wonen. Maar in dit geval een aantal studenten. Nou, ik heb net Alexander afgezet bij een Sami. Het verhaal van een Sami is dat zij oorspronkelijk uit het noorden van Finland komen. Daar wonen ze echt nog 400 jaar terug, zeg maar. Want ze wonen daar nog in tenten met rendierenhuid en dat soort dingen. Nou, omdat daar geen werk was, zijn ze natuurlijk naar de grote stad gekomen, Helsinki. Daar zijn ze op zoek naar werk. Ze noemen zichzelf ook de City Sami. Nou, ze staan er wel bekend mee dat ze een hechte familie zijn. En ik hoop dus dat Alexander ook een beetje daaraan gehecht gaat worden. Genoeg gekletst. Ik ga nu naar de stad. Ik vind Helsinki erg mooi. Het is brandschoon, netjes, open, het is groot, veel groen. Maar wat mij nog meer opvalt, is de architectuur. Alle gebouwen zijn zo rechtlijnig, alsof ze geen cirkels kunnen tekenen. Ik zit hier nu bij de oom van Petteri, Hans. En hij is specialist op het gebied van de Sami. Hij is zelf Sami. Hoe are de Sami? Ja,
saamelaiset on pieni kansa, joka elää pohjoisessa 4 eri maassa, nimittäin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Okay. Ja Suomen saamelaiset on jakautuneet kolmeen kieliryhmään, niin kuin pohjoissaameen, joka on kaikkien suurin. Sitten on 2 pienempää, Inarin saame ja Koltan saame, joita kumpaakin puhuu ehkä noin 400 henkeä. Saamelaisuuteenhan kuuluu kaikki sellaiset elinkeinot kuin poronhoito. No Suomessa kyllä on suomalaisillakin paljon poroja, mutta saamelaiset on aina hoitaneet poroja ja kalastaneet ja pyytäneet riekkoja, keränneet marjoja ja ottaneet suurimman osan niin kuin ravinnosta, niin luonnosta. Well, thank you very much for this interview. In Finland heb je natuurlijk ook allochtonen. De grootste groep zijn de Russen. Een iets minder grote groep, de Zweden. En een kleine groep, Somaliërs. Inderdaad, Somaliërs. Mijn eerste vraag is natuurlijk meteen: what is a Somalian doing here in Finland? The reason why we are here is we cannot be in our country. That's the reason. So we have to get a better life. And here we are getting the better life. Isn't it strange? Snow and cold and... Yeah, it's been like difficult for most of us. And it takes a lot of strength to get used to it in this weather. But it's like being, for me, it's like 15 years I've been in Finland, so it doesn't matter anymore. How many Somalians are here in Finland? It's like 5,000, maybe 6,000. Yeah, 5,000. Yeah. 5,000, 6,000. 5,000, 6,000. Like, somewhere about that. And do you feel welcome here in Finland? Yeah, really. Yes? Yeah. There's no bad image about Somalian people here? Well, actually, there's one thing that if one foreigner does something and it's like all foreigners are bad, or if one Somalian do something bad, all Somalians are. And what is the government doing for the Somalian community? Really, Somali communities, Finland government helps us to get basic education. Mm-hmm. Secondly, when we have basic education, they help us to get a job as easy as. Yeah, that's easy. And what is your opinion about the Finnish people? Really, the Finnish people are really quiet and cold. Cold, really. Yeah, say it. And you? I can say they're pretty quiet people because it's their nature, you know. Yeah. You cannot change that, but they're good people. Would you like to stay here or real, go back? Real, if I get a good country, if my country get better than he is now, it's in now, I hope to go back to Somalia because, you know, this is not my country. This is Finland. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. About the city Sami, that's what you are. You live in the city in Helsinki. Who are the city Sami? City Samit ry on tällainen järjestö, joka toimii Helsingin alueella. Ja sillä on ehkä tällainen 2 tehtävää. Toinen on yhdistää Helsingissä asuvia saamelaisia. Ja toinen on sitten tiedottaa ei-saamelaisille, eli lähinnä suomalaisille, että ketä on saamelaiset ja tiedottaa vähän asioista. Why do Samis go to the city? What's the reason behind it? No, saamelaiset muuttaa yleensä työn perässä tänne kaupunkeihin, koska vanhat saamelaiset, tällaiset, esimerkiksi poronhoitaja nämä, niin siellä ei riitä enää töitä kaikille välttämättä, joten saamelaiset tulee tänne tekemään ihan normaaleja töitä. Samoja töitä kuin mitä suomalaisetkin tekee yleensä. Ja, daar zit ik dan in Finland. Tussen de echte Finnen. Petri is er wel één van hoor. Echt een schuchter, stil type. Niet veel zeggen. Ik moest meteen denken aan een Lordi-fan, zo'n hardrocker.
Zodra die jongen zijn mond open doet, zegt hij wel zinnige dingen. Nee, met mij komt het al goed. Ik vraag me alleen af hoe het met Mohamed is. Je buiten op het balkon bij Petter is het ook behoorlijk koud. Dat Mohamed toch al gelijk in. Brrr. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Nou, ik sta dus hier al zeker 10 minuten en ik heb nog geen één lachje gezien van een Fin. Er moet toch een manier zijn voor een Fin om zijn gevoel te laten uiten. Ik heb begrepen dat dat gebeurt door middel van de tango. Nou, dat wil ik wel eens zien. De tango en de Fin. Ik ben benieuwd. Excuse me. Hello. Are you the tango teacher? Yes. Hello, my name is Mohamed. Kaya Ratiomar, welcome. Hello, Kaya. I've been here a few days in Helsinki. Uh-huh. And the people here in Helsinki, they are very cold. They don't very express cold. Themselves. Yes, yes. Is the tango the way mm-hmm. to express themselves? Mm-hmm. But this tango, this give much energy. And also take relax. This is normal life in Finland. They go to dance, everybody. And can you tell me the difference between the Finns tango and the Argentinian tango? Yeah, Finnish tango also Argentina tango. But Argentina tango, this is Sampion tango. Sampion? Yeah, this is different tango. But because it's much go to down and take... Very fast, many elements. But normal Finnish tango, what everybody dance, this is very slowly and many slowly, no fast. This is difference. Can you show me the tango? No problem. No okay. problem. Tango d'amore. Do you want to learn? Yes. Okay. Yes. Ooh, strong. You, this where you dance together. Men take here, yes. here, I take here, and this is his normal style. That way. But this is near, this mm-hmm. and this, mm-hmm. but this longer. Mm. Oh, okay. Oi, oi. Listen. Yes. Oh. Strong. Electric. So, the tweede keer. Longer. Lo short. Yes. Tina Nina. Yes. Tina Nina. Tina Nina. Let's do it again. Okay, again, again. Tina Nina. Alexander. Yo, Alexander. Hoe is het, jongen? Ja, prima. Ja, heb je het een beetje naar je zin daar? Ja, ik heb het wel naar mijn zin. Dat dacht ik al. Ik heb een verrassing voor je. Oh. Iets typisch Fins. Dat had ik wat zou bedenken. En dan moet je de boot nemen vanaf Helsinki naar Lommakotiwilinki. En dan zie ik je op de steiger. Oké, nou, ik ben benieuwd.
Tot dan. Oké, zie ik je zo. Nee, kochta. Hoi. Rassi. Linky. Hij denkt toch echt niet dat ik ga roeien, hè? Ik zie daar een boot. Hi. Is this boat to Willinkie? Yes. Ik ben wel heel erg benieuwd naar je verrassing. Ja. Je denkt nu dat je Finland een beetje kent, hè? Ja. Ondertussen. Maar er is één ding dat je moet hebben gedaan als je in Finland bent. Anders ben ik geen... Anders heb ik Finland nooit gezien of zo. Nee, precies. Oké. Okay. En dat hoort ook bij de gastvrijheid van de Finnen. Dus dat moet. En dat is het aanbieden van een sauna. Of je met me mee de sauna ingaat. Met jou? Met mij. In de sauna? In de sauna. Op z'n Fins. En dan? Dan ga je daarvan genieten, jongen. Heel erg. Hebben ze geen twee sauna's? Dat ik apart ga en dat jij apart gaat? Ben je er bang voor? Ben je bang voor me? Ik ben toch een echte fan. 5 miljoen Finnen doen het zo niet dagelijks. En jij bent een beetje... Ben je bent er een beetje bang voor, hè? Sauna uit, zee in, sauna weer in, de zee in, weer de sauna in. Krijg je een lekker zacht huidje van? Ja. Vind je belangrijk, dat weet ik. Dat zie je, zacht huidje. Ja. Wow! Ja, ik wacht op je. Moment, waar blijf je? Waar, wat? Kom je? Je doet er wel lang over, dat uitkleden. Ja, dat moet even bij mij stapsgewijs. Dat is stapsgewijs. Iets, ik kom je zo nog wel tegen, of? Ja. Ik wil natuurlijk niet de lulligste zijn. Hij had het net over gastvrijheid en dat het de gewoonte hier is in Finland. Dus dan wil ik wel best iets teruggeven. Ik ga toch de sauna in. Om even te laten zien dat ik ook best wel loyaal ben en dat soort dingen. Maar de boot vertrekt ook pas over 6 uurtjes, dus ondertussen ga ik wel even iets doen. Ik ben klaar, hoor. Kom maar. Kom maar. Hoe heet? Nick Baas. Oh. Ik dacht even dat je terug ging komen. Nee, ik moest even wat doen. Zal ik er wat water op gooien? Waarom? Want moet dat? Dan wordt het wat vochtiger hier. Dan krijg je het ook wat warmer. Oh ja. Ja, ik voel het al. En dat plantje, wat is dit? Het minkplanten? Het zijn berkentakken. En die gebruik je om elkaar mee te slaan. De rug, de borst, benen. Dan gaat die bloed beter van doorstromen. Dat is goed voor je huid. Dan moet je met elkaar gaan slaan. Ja. Oh! Oh! Ah! 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 Je mag mij uitleggen. Nee, gelukkig, ik kom niet voor jou. Als mijn moeder me ziet, hè, dan heb ik echt problemen. Ja. Mijn moeder vindt het alleen maar prima. Dan ga je gewoon echt zwemmen. Koud, hè? Wow! Volgens mij is dit zo ongezond voor je lichaam, hè? Het is goed. Het is goed, ja. Het is goed met jou, hè? Nou, ik heb het wel gezien. Hoi! Met mijn benen, man. Met mijn voeten die... Mijn dingen zijn wel weg, hè? Was dat cool genoeg voor je? Ja. Helemaal gekoeld? Ja, ineens een klein piemeltje. Klein. Goeie reactie. En Mohamed, heb je genoten? Ik heb zeker genoten, ja. Goed zo. Hoe gaat het nu met je? Met Petter. Petta.
Petter. Ja. Nee, een hele aardige jongen. Ja? Interessant ook. Half Sami is hij. En ik ben gisteren bij zijn oom geweest. Uh-huh. Die is vol Sami. En die heeft me van alles verteld over de cultuur, de taal, geschiedenis. Dus dat was echt heel, heel leuk. Maar hier heb ik ook wel zin in. Even lekker ontspannen. Lekker zitten. Een onbewoond eiland. Heerlijk. Een zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? Vrouwen. In Finland heb je twee soorten vinnen. De zomervin en de wintervin. De wintervin zul je natuurlijk alleen maar tegenkomen in de winter. Dan is hij juist actief. Terwijl de zomervin opgesloten zit in zijn kamertje, dus nul actief. Maar zodra de temperatuur boven de nul is, dan staat hij meteen buiten in zijn korte broekje en zijn shirtje te huppelen. Ik ga nu eens even kijken of ik de zomervin en de wintervin kan onderscheiden. Ik zie hier twee, de zomervinnen en de wintervin in de samen. Summer of winter? Summer. Summer. Zomer. Dit is een wintervin. Zomervin. Wintervin. Summer. Winter. Wintervin. Ja, goed. Kijk, de zomervinnen die kunnen natuurlijk gewoon in de winter naar de sauna. Maar wat doet de wintervin in de zomer? Die gaan dus naar een ijsbar. Brrr. Excuse me, do you have 3 cold beers for my friends? Thank you. Het is nu alweer 11:30 en ik heb mijn ontbijt gehad. Ik ben op. Petter slaapt nog steeds. Maar wel een druk schema voor vandaag. Dus laat hem eens wakker maken. Kijken of je dat weet te waarderen. Ja. Huomenta, Petter. Huomenta. Mitä? How did you sleep? Ja, weer. Te hard. Why is sport in Finland so popular? I think it's based on that when we were under the Russian power, so we have autonomy and we make a lot of sports, and in Olympic Games we were famous about our sport, and it gave us a lot of national feeling and it became popular by that way. And it's of course very healthy. So there must be actually also a very famous sportman. In Holland you know of course Jari Litmanen. Yes. And Jari Litmanen from Ajax. Now we have to hurry that we can yes. make the okay. class. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. Nou, dat sport is voor mij nu wel genoeg zo. Volgens mij zie ik die gekke Finn daar ook weer. Alexander. Hey, Mo. Jij hier. De vraag is, wat doe jij hier, jongen? Wat doe jij hier? Ik ben aan het sporten met Petter. Bij de universiteitssportzaal. Waar Petter ook altijd naartoe gaat. Want Finn is sporten eenmaal, hè? 4 keer per week. Heel veel, ja. Jongen. Het is wel toevallig dat ik jou hier weer tref. Ja, goed, hè? Ik kan maar één ding zeggen over de vinnen. Ze zijn gek. Waarom? Ik heb wel een beeld over ze. Je hebt wel een beeld. En jij, wat voel jij ervan als vin zijn? Heel veel geleerd over de Sami. En het is me opgevallen dat heel veel vinnen baard hebben. We beginnen zelf aan melk opbrengen te groeien. De vinnen zijn mij een beetje te ziek. Dit was Planet Europe. Check de website. Hasta la vista. Bye.